Ergens in Nederland moet de helft van een gezin om administratieve redenen het land uit. Vader, zoon en jongste dochter kunnen blijven. De rest moet weg. Uit elkaar worden ze gescheurd. Wat moet de vader hier alleen, zonder dochter en vrouw? Soms belt de politie dat hij zich met zijn gezin om zes uur in de ochtend moet melden. De zoon kan blijven. Maar ze geven hem geen papieren. Hij is niemand. Hij bestaat niet. Hij is verlamd. Wat gaat er in je om, moeder? Fatmira. Op een dag kloppen ze op je deur. Om? Om je over de grens te zetten? Of stellen ze het uit? Je moet weg, zegt de politie tegen de dochter. Albana. Drie keer al hebben ze dat tegen je gezegd. En je bent hier al zes jaar. Ze willen dat je niks doet. Niet werken, niet leren voor schoonheidsspecialisten, niets. Ze willen dat je niks durft te doen. Joninda, het jongste dochtertje, mag natuurlijk naar school, omdat ze jong is. Maar hoe moet het dan als haar moeder het land uitgezet wordt? Ergens in Nederland moet alweer een gezin uit elkaar. Ze begrijpen niet waarom en wanneer. Ze zijn verlamd. Ze mogen er niet zijn. Ze worden ontkend. Hup, voetje, ophoepelen. Hoe voorkom je zoiets?